is het nieuwe hoofdkwartier van het Van der Stukjes Kartel. Nou, in deze krant, dan noem het maar op, dan kun je alles over de facts lezen. Kun je ook online downloaden en natuurlijk ook terug lezen. Jullie zijn allemaal wakker, hè? Ja. Nee, niet hier. Mocht ik zeggen. Oh, oké. Dan hebben we weer, ja, we hebben zoveel websites. We hebben weer een hele mooie website. Dag, de World Health, alfabetisering.com. Nou, wat wil dat zeggen? En daar kom ik weer. Vooral jonge mensen hebben we nodig. Het beëindigen van het wereldwijde analfabetisme over gezondheid door het bieden van basiskennis over het menselijk lichaam, de functies daarvan en het ontstaan van ziektes op celniveau. Kijk, als je dat al weet, als je al een beetje basiskennis hebt, dan kun je dat ook weer verspreiden. Kijk, als je niks weet, dan kun je ook niks zeggen. Ja, je kan het zeggen, maar of dat geen effect heeft, weet ik niet. Dan het verspreiden van informatie over micronutriënten en op wetenschap gebaseerde natuurlijke gezondheid als basis voor een effectieve, veilige en betaalbare gezondheidszorg. Dus wat we al zeiden van, als je bijvoorbeeld, ik noem altijd een voorbeeldje. Ik heb hoge bloeddruk, dan ga ik naar de huisarts en de huisarts zegt, goh, bedankt. U moet nu je beta-blokkers hebben. Ik zeg dan goed, dan neem ik die mooi. Ja, mijn bloeddruk blijft mooi stabiel, maar mijn oorzaak, dat blijft, hè, want je weet niet waarom heb ik die, waarom heb ik die hoge bloeddruk. Nou, op een gegeven moment heb ik zo'n dikke benen en zo'n dikke voeten, ik heb ozeen, vocht in de benen. Ach, mevrouw, daar heb ik weer een pilletje voor, hoor, kijk, een kasttabletje. En zo blijft het aan de gang. En terwijl je met hele makkelijke, simpele, effectieve middelen, zeg maar, micronutriënten, kunt oplossen. Maar niemand weet het. En dan, ons doel is het creëren van een nieuwe gezondheidszorg die gericht is op preventie van ziekten. Dus dat die ziektes niet meer voorkomen. Niet in stand houden, maar preventie. Ontwikkeling van een nieuwe beroepsoriëntatie voor werkers in de gezondheidszorg gericht op natuurlijke gezondheid op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Nou, ik heb iemand, dat is een arts. En die hoort ook in onze werkgroep. Die heeft dus vorig jaar zijn bloeiende huisartsenpraktijk aan de wilde gehangen. Hij kon het niet meer hebben. Hij zegt, ik zit de mensen maar receptjes voor te schrijven, medicamenten. Ik kan het niet meer, ja, hij kon het gewoon niet meer aan. Om mensen dag en nacht iets voor te schrijven, terwijl hij wist dat het niet goed was. En dat vind ik heel knap van die man, want hij heeft ook een hypotheek, hij heeft ook vier schoolgaande kinderen. Nou, ik vind het echt knap dat je dan je bloeiende huisartsenpraktijk zomaar aan de wil houden. Dus dat vind ik toch heel knap. Maar ik ben wel heel blij dat hij het toch heeft ingezien, want de meeste artsen die bij ons komen, die zijn al gepensioneerd. Die hebben zoiets van, nou, tijd, hè? Ik ga toch op mijn lauweren rusten, ik heb dat niet meer nodig. Maar die zijn ook niet meer gebonden aan maatschappen, noem het maar op. Want er zijn ook maatschappen die zeggen, ja, maar hallo, als jij daar aan meewerkt, dan kan het je klanten kosten, of noem het maar op. Hè? Dus of je mag daar je vak niet meer uitoefenen. En wat doe je dan als je die hypotheek moet betalen en je kinderen willen nog studeren? Kijk, en dat is, ik vind dat heel erg fris. Ja, eigenlijk punt 5, dat hebben we al gezegd, beëindiging van de monopolie op gezondheidszorg van de farmaceutische industrie en het vervangen daarvan door een nieuw systeem van zorg voor en door de patiënten en andere mensen. Dus dat je niet afhankelijk bent van de farmaceutici, die weer dat pilletje voorschrijven, dan krijg je weer een klacht erbij, oh ja, daar hebben we weer een pilletje voor. En zo worden de klachten maar meer aan de oorzaak of helemaal niet, dat wordt helemaal niet opgelost. Die oorzaak, die blijft. Je kan de symptomen wel onderdrukken, maar je moet de oorzaak met je aanpakken. En als je de oorzaak hebt aangepakt, dan verdwijnen de symptomen vanzelf. Nou, dit zijn dan de wetenschappelijke wortels van de World Health Alphabetization.
vroeger was dat, we zetten daar een patologie, dat prachtig. Daarna kwamen de vitamine helden binnen, dus de voordelen van de vitamine. En onze doel is eigenlijk de 21ste eeuw cellulair geneeskunde. En dat is ook nog iets wat we onderbouwen. En daar willen we heel erg aan werken. En dat is ook de Trans Information. Wat zegt u? Cellulair geneeskunde, doctoraat, die heeft cellulair geneeskunde ontdekt. Dat je dus de oorzaak aanpakt en die begint in je cellen. En dus niet als je bij de dokter komt, je hebt. Wat je doet. Nou, ieder cel heeft dus bepaalde stoffen nodig. En als die stoffen er niet meer zijn, dan krijg je tekorten. En als je die tekorten, dan krijg je ziektes. En dat is wat het verhaal van de dokter. Precies. Mineralen, vitamine, aminozuren, sporenelementen. Ja, en dat is heel erg belangrijk. Ja, wij houden ons eigenlijk alleen maar bezig met micro-nutriënten. Ja, want het is zo ook met de straling en dat. Dus we zijn maar een niche. Hè? Een niche markt is een heel klein stukje van. Een klein stukje van de markt, ja. Ja. Precies, dat klopt. Nou, kunt u nog meer doen? Nou, volgens mij niet. Als u dit allemaal doet, dan wordt het dan heel heel wat gedaan. Denk ook bewust na. Maar dat doen we hopelijk toch allemaal bewust nadenken. Tenminste, ik neem aan dat we toch wel over iets nadenken als we iets gaan doen. Of niet? Of doen we iets? De meeste mensen toch wel, hè? Wat ik al zei, word politiek actief. Hoe zeg ik, wil het veranderen. Word dan ook politiek actief. Ga wat doen. Hè? Meld je aan bij een politieke partij. Ga demonstraties houden. Noem het maar op, maar laat je stem horen. En wat ook heel belangrijk is, wees kritisch als u kiest waar en waaraan u uw geld uitgeeft. Dat is ook heel belangrijk. Als je alleen maar de oliekartel sponsort. Want ja, die kartels zijn gewoon hartstikke machtig. Het wil niet zeggen, als je bijvoorbeeld, ik zeg niet iets bij de Lidl zal kopen voor groenten, dan is het 9 van de 10 keer, of het moet biologisch zijn, of organisch, dan moet het natuurlijk wel niet gemanipuleerde voeding zijn. Dus als je bewust naar voor biologische boerderijen gaat en je koopt bewuste producten, dan weet je ook dat je bewust je geld opgeeft. En ook nog eens, wees bewust van wie en waarvoor u kiest als u gaat stemmen. Moet niet gaan stemmen omdat die meneer er zo uitziet. Nee, je moet stemmen omdat u achter zijn idealen staat. En dat kunnen jullie alleen maar. Ik kan niet zeggen, u moet op die partij gaan stemmen of u moet op die. Nee, dat moet u zelf uitzoeken. Waar uw gevoel het meeste bij ligt. Waar u zelf achter staat. En dat is eigenlijk het laatste. Nou, wees betrokken. Het makkelijkste ding ter wereld is het vinden van een smoes om iets niet te doen. Je zegt, goh, ik heb geen tijd, komt dat mens van die doctoraat, Health Foundation komt zeuren. Ik moet actief worden, maar ik heb een baan, ik heb kinderen. Ik heb daar geen tijd voor. Dan vind ik dat onzin. Ik heb ook een baan. Ik zal maar niet zeggen hoeveel kindjes ik heb, want dan vallen jullie op, dan vallen jullie misschien wel in slaap. En toch ben ik actief. En ik vind het gewoon belangrijk dat jullie actief worden, maar ook. Ja, dan moet iets gebeuren, mensen. Zo kan het gewoon niet anders. En dan zeg ik altijd: doe het niet voor mij. Doe het voor uzelf. Doe het voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor uw ouders. Doe het maar op. Maar dat begint eerst bij u. U, dat is de basis. En als u er even achter staat, dan kun je mensen, kun je informeren en ook veel weten. En ook, niet opvoeden, maar education geven, dus opleiden, kennis doorgeven. Maar dat ligt echt bij jullie. En dan zijn ze allemaal stil.
Wacht, dan kom ik even bij de volgende shit. Vraag, meneer. Ik heb zo het gevoel dat wat u allemaal zegt, 10 of 20 jaar te laat komt. Ik denk dat we nu in een heel andere situatie zijn. Naar mijn aanvoer zitten we nu in het jaar 9 of in 39. En komt er op aan om het verzet te organiseren. Wat doen we als sabotage? Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ja, maar dat klopt, ik had dat ook. Maar ik werk helaas al 2 jaar bij de raad. En ik zei ook al, maar als je helemaal niets doet. Maar ik denk als je met miljoenen mensen in opstand komt, dan kunnen ze niet meer om ons heen. Het verzet is onderhuid. Als het verzet tijdens de bezetting, want we gaan naar de bezetting, is het ongelijk verkeerd. Het verzet moet zo onderhuids mogelijk zijn, zo onopvallend mogelijk. Ja. Want anders kost het meteen je hoofd. Dat is de situatie. Nou, en als u daar een oplossing voor weet, dan wil ik u graag in de werkgroep hebben. Ja. Ik wil er iedereen uit om hard te gaan denken, maar dat er nuttige dingen gecreëerd worden. Ja, maar dat doen wij, hebben een werkgroep hebben wij samengesteld. En ieder doet zijn eigen specifieke ding. Maar ik zeg altijd, je moet niet zo naar je goede bent. Je moet niet iets doen naar je in goede bent, want dat werkt niet. Ik kan ook niet huizen bouwen of noem het maar op. Daar ben ik een persoon van. Maar wat je zegt, dat klopt. Maar ik zeg, als we helemaal niets doen, ja, dan doe ik het wel. Daarom, en daarom vraag ik ook aan jullie. Kom op mensen, wij worden wakker, wachten ook wakker. Ik merk nu, in Nederland beginnen de mensen echt wakker te worden. En het gaat ook in Duitsland. Wij gaan nu in januari gaan we een tour maken in Duitsland. Kijk, en hoe meer landen en meer burgers, als we samen bundelen, we sterker bestaan. Oké, thank you. Nou, dames en heren, Mr. Ian Gray. I think the question is either just can we have to do something? We get the movement. Yeah, this is obviously an extremely important but also very sensitive issue. I touched on this at the tail end of my presentation. The most important thing is to decide what you can do individually in the first instance. It's absolutely critical. You know, don't be looking necessarily to others to give you some inputs to what you can do. Everyone of us has different talents, everyone of us has different skills. No one of us can make a difference individually. It is important that we do it collectively, but the phrase I've adopted for this is collective individualism. Because, you know, like I said before, the moment there's any sign of a formal group, I can promise you, absolutely promise you, from first-hand experience, that the guys behind this agenda have all the skills, resources, tools, and equipment to infiltrate any group that they consider having the potential to undermine their agenda. So, you know, we have to be smart. And this is our challenge. You know, we have to be smart. These guys have a lot of practice at doing what they do. You know, and in fact, Peter and I had a discussion last night. You know, do we actually make a quest to get into the mainstream media? And my counsel is, slow down. You know, we don't need, right now, to be in the mainstream media. What we need to be doing right now is building a solid, holistic, organic foundation at grassroots level. So that when we do get into the mainstream media, it's extremely difficult to ridicule, to marginalize, and to demonize. Because if the quest gets into the mainstream media too soon, without sufficient foundation, then